Nou, de unificatie wel te verstaan, dat we dus moeten komen op één koers. Dat wordt heel binnenkort afgekondigd door de centrale bank. Het zal niet lang meer duren. Met de regering zijn er hiertoe al alle afspraken over gemaakt. De consequenties van de unificatie op het stuk van het economisch-politiek vraagstuk, dat ligt natuurlijk in handen van de overheid. De maatregelen die daar getroffen moeten worden. De bank heeft uit technisch oogpunt een aantal instrumenten die wij kunnen inzetten. Daarnaast zal de bank ook de regering adviseren. Maar nogmaals, de maatregelen die getroffen moeten worden, dat is voornamelijk een aangelegenheid van de regering. We weten natuurlijk dat we in een geordend land moeten we één koers hebben. Alleen we moeten ervan verzekerd zijn dat die ene koers een goede weerspiegeling is van de marktverhoudingen. De koersen die wij in het verleden hebben gehad, die waren geen goede weerspiegeling. Er was geen evenwichtskoers en de markt werkte ook niet. Het ligt in de bedoeling dat de bank op basis van een nieuw koersregime, hetgeen ik ga toelichten in een ander forum, dat wij op basis daarvan komen tot de vaststelling volgens de bankwet van een koers. En die koers zullen we stelselmatig evalueren om steeds weer een evenwichtskoers vast te stellen. In de hoop dat we met één koers kunnen rekenen in Suriname. En als mensen zich niet houden aan deze koers? Dat is een hele goede vraag, mevrouw Gayadin. Een koersregime is in principe niet alleen een economisch vraagstuk. Het is een economisch-juridisch kader dat je creëert. En dat juridisch kader dat er gecreëerd wordt, is dat er slechts de cambio's en de banken allereerst, maar dat was eerder ook zo, die bevoegd zijn om koersen te noteren. Bovendien is het zo dat andere partijen, wat we nu hebben gezien, waaronder winkeliers en andere partijen die koersen noteren, dat dat niet mag. Dat mocht eerder ook niet. Met andere woorden, de opsporing en vervolging moet nu wel stringenter gaan geschieden. Maar uiteraard zijn er nog economische aspecten om die koers goed te verdedigen, dat wij inderdaad een koers kunnen stabiliseren en met één koers kunnen rekenen. Dat is een scala van randvoorwaarden. Maar nogmaals, het traject van het, een goede controle, maar tevens het treffen van maatregelen en sancties, dat is wel een belangrijke vereiste daar waar we ter die rekening mee zullen moeten houden. Betekent dit dat er nu ook meer US dollars beschikbaar zullen zijn? Ik denk dat het vooral gaat om het herschikken allereerst van de aanwezige US dollars. En we zullen met z'n allen na moeten gaan hoe we onze verdiencapaciteit voor de US dollars, anders dan te wachten op alleen maar de oliedollars over een jaar of 4, 5. Hoe kunnen we met name doen via exporten om die productiecapaciteit te verhogen? Maar nogmaals, op basis van de aanwezige US dollars zal een stringente herschikking daarvan noodzakelijk zijn. Waardoor ook de bank in de gelegenheid wordt gesteld om een deel van de exportdollars te kunnen kopen. En wat voor gevolgen heeft dit voor de benzineprijs, meneer Roemer? De centrale bank die stelt de koers vast. De maatregelen die getroffen moeten worden, dat doet de regering. Omdat door de vaststelling van de koers er automatisch die koers gehanteerd moet worden. Maar de regering is in de bevoegdheid om daar waar zij denken dat het een impact heeft voor de economie of met name voor de zwakkeren, om daar maatregelen tegen te treffen. En de unificatie is heel binnenkort, zegt u. Is het misschien vandaag al? Nou, het zal vandaag kunnen of morgen, maar het staat voor de deur.